Hoi, goed jullie weer te zien. Ja, ik zou zeggen, dingetjes die ik zo nu en dan fijn vind om te gebruiken. Dus ik ga het in ieder geval zeggen. Sommige dingen ben ik een beetje pas gaan leren kennen of ontdekken. En sommige dingetjes vind ik niet zo leuk. Dus ik heb maar één ding wat ik niet zo leuk vind. Dus ja. Van make-up. Maar ik ga nu eerst met de make-up beginnen. En dat zijn natuurlijk de dingetjes die ik redelijk, als ik in de mood ben, lekker om te gebruiken. Dus laat ik zeggen, dingetjes die je lekker vindt om te gebruiken. De ene zegt de favoriete, de andere zegt dit, de andere zegt dus. Jullie mogen het zelf invullen. In ieder geval, ik ga het beginnen. Ik heb in ieder geval één die ik eigenlijk niet meer gebruik en eigenlijk helemaal niks in. Dat is van Catrice, de Fake It Volume Fresh Lashes Mascara. Dat is deze gele. Ik ga het u vertellen. Deze, dan ben ik iets waziger, maar het product is in ieder geval wel te zien. Kijk of ik het... Zo. Deze. Ja. Ik vind hem niet zo fijn. Ik ga hem er ook uithalen, waarom niet. En de reden is al. Je hoort het al. Normaal hoor je een hele... Kijk. Hier begint het al mee. De... krultje. Die er niet hoort. Ja, en het geeft zoveel product af dat die. Zoveel, sorry, ik was even waas. Zoveel product af dat die gewoon. Ja, gewoon spinnenpoten geeft. Ik vind het echt niet meer leuk. Want kijk. Ik vind die dingetjes daarin. Vind ik helemaal. 10 keer niks. Terwijl je bij heel veel mascara's echt hoort van. En er zit gewoon heel veel product in. En nog heb je dan nog spinnenpoten. Ik vind het heel jammer. Ik heb het echt geprobeerd om het te rekken. Ik heb het zelfs geprobeerd om het te... Ja, het mag eigenlijk niet te verdunnen. Maar ik heb het wel gedaan. Sorry. Ik zou zeggen, doe het niet. Leer van deze les. Dus deze gaat gewoon weg. En deze ga ik niet opnieuw kopen. Wat ik wel heb, dat is zeg maar de Essence, de False Lashes Mascara Disney Mickey and Friends Extreme Volume Curl. Dat is deze. Even. Ja. Maar exact hetzelfde. Je hoort niks. Deze keer wel. De ene keer wel, de andere keer niet. Deze is iets beter dan deze. Deze geeft echt spinnenpoten en deze weer niet. Die geeft echt flinke volume. Dus ja, ik ben daar wel iets blijer mee. En ja, wat ik wel eens doe... Ik ga soms het overtollige haal ik er zo wel eens af. Zie, en dan kan ik in ieder geval mijn mascara er weer. Wat je niet moet doen, is heel vaak zo erin eruit doen. Wat ik net deed was eigenlijk niet goed. Want hoe vaker je het doet, hoe meer lucht je erin popt, hoe eerder je hem weg kan gooien. Ik doe meestal altijd... Althans, 3 maanden ermee en dan neem ik gewoon een nieuwe. En dat is gewoon gebruikelijk. Altijd. Ik ga niet wachten totdat die opgaat, want dan merk ik gewoon... Als die niet meer goed is, dan gaan in ieder geval mijn ogen tranen. En dan hoef ik hem in ieder geval al niet meer te gebruiken. Dan kan ik hem zo weggooien. Beide leeg is leeg. Dan heb ik 2 potloodjes, dus de Control Glide Kyle. Oogpotlood. Deze is waterproof. Deze zat in de adventkalender van Trend It Up. Ik zou zeggen, ik zou hem nog een keer kopen.
dat terzijde. In verband voor die dingetjes die erin zitten, zit wel tenminste meer make-up in dan normaal gesproken. Maar ik vind zo, ja, opvulspullen, doe er dan iets in wat gewoon te gebruiken is. Een extra lippenstiftje of zo, of een oogpotlood, of wat anders dan een stoel, een kwast, of weet ik veel wat, make-up sponsjes. Dus dat, deze twee vind ik heel erg fijn. Deze doe ik meestal in mijn, die zilveren, hier zo in mijn ooghoek. En deze doe ik meestal op mijn waterlijn. En ja, voor mij geeft dat een vergrotering van mijn oog, vind ik. En ik vind dat veel mooier staan. Dus het is eigenlijk een goudbronzen. Als ze hem hebben, dan wil ik hem echt kopen. En deze wil ik ook zeker opnieuw kopen. Maar dat hangt er vanaf. Wat ik ook lekker vind om wel eens te gebruiken. Oh, wacht even. Deze. Ja. Ik heb er twee. Deze is van Max & More. Dat is de Miracle Blur. Deze is nieuw. Ik heb hem nog niet gebruikt. Kijk, zie. Maar ik heb redelijk goede verhalen gehoord. Maar ik moet hem zelf nog uittesten. Die van Twentop heb ik Soft Base Care Face Milk. Die heb ik toen een keer bij Medicin Grenzen gekocht. Dus die. En wat erin zat bij die adventkalender was ook nog een Twentop Up Rosy Touch Finishing Power. En ik vind het wel wat. Als we hem nog hebben, zeker weten, ik ga er een op backup kopen. Wat ik ook dan lekker vind, is meestal lekker een shimmer. Wel eens, dan heb ik geen zin om oogschaduw te doen, dan doe ik alleen lekker een shimmertje. Dan heb ik de Magie Filter Glow Booster van Essence. Hier ga ik er echt nog een paar backups van kopen. En de Soft Glam Filt, die doe ik ook wel eens. Om extra glow te krijgen. Dan heb je een beetje een gezonde touch. Deze doe ik meestal van Manhattan. Kijk, hij is al best wel aardig vies, maar hij is ook aardig gebruikt. Hier zet ik meestal mijn oogschaduwbasis. En dat wil dus verschillen welke ik pak. Ja. Deze gebruik ik ook wel als ik een klein tintje wil hebben. Dus die. En die is best wel heel fijn. Die dekt niet zo erg, maar dat vind ik ook niet zo'n probleem. Een beetje een dekkende foundation heb ik altijd iets. Voor mijn gevoel het idee dat ik net een pannenkoek ben. En dat heb ik bij deze niet. Ja. Voor een lichte dekking kan het geen kwaad. En dan heb ik ook nog over make-up Super UV SPF 50. Dus de bescherming Fix It zonnebescherming. Die kan gewoon over je make-up heen. Top. Serieus, als je make-up wil dragen in deze, helemaal top. Voor mijn lipjes is de Weleda Skin Food Lip Balm. Die had ik nog in de afzendkalender van Holland & Barrett. Nou wil ik even zeggen, ik vind het wel heel erg jammer dat ze vorig jaar... En daar had ik echt op gerekend en daar had ik mijn zinnen op gezet. Ik had één keer die adventkalender gehaald het jaar daarvoor. Niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor. En ik vond hem heel erg goed. Ik snap niet waarom ze niet nog een keer uit hebben gebracht. Ergens anders is die wel uitgebracht, in Nederland niet. Maar er zaten echt producten in dat ik dacht van... Hé, hey, dat is wel leuk om te gebruiken en om te testen. Misschien ook wel om nog eens een keer te kopen... Er zaten er ook best wel heel veel full size in. Dat vind ik ook echt niet erg. Maar ik maakte het wel met plezier op. En ik heb er nog wel, geloof ik, nog een paar producten van. En dan is het gewoon op. En dat vind ik wel heel erg jammer. En dit is één zo'n product dat ik denk van ja. Ik gebruik het best heel erg graag. Nou is het ook best wel, kijk als het in de aanbieding is. Dan, of in de uitverkoop of in de sale, dan wil ik het nooit eens halen. Dan heb ik ook de lipsticks, de Moisturizing en eentje mat, geloof ik. Ja. Lipstick van de Hema.
Ik moet eerlijk zeggen, de lipstick van de Hema's die zijn heel erg top. Deze ook, die moisturizing. Ik heb 39 Rose Kisses Cream. Dat is deze kleur. Een beetje rood-bruinachtig. Met een beetje een berry tint eraan. Dan heb ik hier 944 Limited Pink Crystal. Ja. Dit is echt een hele mooie dagelijkse kleur. Als je dan denkt, hij ziet er nog... Ja, ik heb nog meer lipstick dan alleen die. En dan heb ik ook 07 Why Not. En dit is een matte. Is echt. Hema, je bent goed bezig. En ik heb een paar paletjes die ik best redelijk gebruik. Nou, deze kennen jullie al. Dit is gewoon de dupe van Charlotte Tilbury. Is gewoon helemaal top. Helemaal mijn kleur. Helemaal mijn ding. Dus ik ben blij dat ook B7 bij Ethos verkocht wordt. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Maar ook andere dingen die eindelijk een keer komen. Dan heb ik deze. Ja, daar heb ik niks op te zeggen. Daar kan ik op zeggen van... Essence, daar zijn jullie wel heel erg goed mee bezig. Dit is magnetisch. Oh, ik zal even deze weghalen. Maar dat zijn die kleuren. Je hebt er maar heel weinig van nodig. En ja, het is zo gepiept. Deze vind ik ook heel erg top. Daar ben ik ook nog steeds zo blij mee. Ik zal even die er even afhalen. En die even zo doen. Zo. Het zijn hele mooie kleuren. Ja. Die kan je ook voor dagelijks voor uitgaan. Of weet ik veel wat. Dus ja. Ik ben er heel erg blij mee. En ja, zoals jullie kunnen zien. Ik ben er ook best wel zuinig op. Nou. Dat zou ik in ieder geval zeggen. Dit zijn de dingen die ik soms gebruik, soms niet gebruik. Gewoon een beetje aan het uitproberen ben. Ja, gewoon een beetje aan het spelen met mijn make-up. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje en dan blijf je op de hoogte.